Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik iets superleuks doen, maar het is natuurlijk een beetje moeilijk in deze tijd. Nu hebben we eerder vakantie soort van en daarom verveel je soms een beetje. Dus daar heb ik een paar ideetjes op bedacht. Ik ga Maria en Jozef en baby Jezus maken. En heb je natuurlijk klei voor nodig. En dan gaan we zo beginnen. Nou, ik heb ze al een beetje gekneden, want dat moet natuurlijk, want deze klei is een beetje hard soms. En dus ja, nu ga ik beginnen met Maria om te maken en daar heb ik super veel zin in. Dus ik heb al een hoofd gemaakt met deze kleur, dacht ik. Dat leek een goede kleur en een beetje blauw en een beetje haar. Ik doe dan het haar, maak ik een klein vormpje en ik heb van deze dit soort dingen en dan kan ik een beetje de vorm erin zetten. Ik heb een beetje hier zo'n scheiding gemaakt en dat doe ik er dan op. De achterkant maakt niet zoveel uit, want daar komt nog een ding op. Ik heb heel veel een schaduw erbij gepakt en kan ik even dit stuk eraf knippen, want als de sluier eroverheen gaat, dan is dat heel bol. En dat ziet er, vind ik, niet zo mooi. Zo ziet ze er nu uit. En nu pak ik een beetje donkerblauw. Die ga ik een beetje plat maken. Dan ga ik een beetje de vorm inknippen. Als dat het een mooi geheel wordt. Nu ga ik hem erop doen. Oké, ik heb de sluier staat erop. En nu kan ik, de onderkant, die heb ik al een beetje in vorm gemaakt. Je moet gewoon een beetje rollen en een beetje zo. En dan kom je wel uit. En dan doe ik die er nu onder. En dan probeer ik hem een beetje aan vast te maken. Maar als je dit ook doet, is het wel handig als je de sluier een beetje open doet. Dat je hier nog de armen kunt als je die maakt. Dat die dan eroverheen gaan. Dus ik heb hem zo gemaakt. En nu ga ik bezig met de handjes, want dat moet natuurlijk. Nu ga ik met dezelfde blauw als je wil, maar ook met de andere blauw of andere kleuren. Ga ik gewoon een klein balletje maken. En dan een beetje zo, een beetje een ovaal rondje maken. En die stop ik dan hier zo. En dan maak ik hem hier achter vast. En dan weer de sluier overheen, dan zie je niks van wat er is gemaakt. Dan maak ik nu de andere. En dan heb je deze, zo. En nu pak ik dan de kleur huidskleur die wij gebruiken. Dus deze een beetje, die zit bij de roze pakketje. En dan zo, en dan een klein beetje, ja, ook gewoon eigenlijk balletjes van maken. En nu maak ik een beetje de onderkant plat, zoals je zag dat ik een beetje mee bezig was. Want dan kan die, als die in de oven is geweest, een beetje, ja, dan kan die staan. En nu heb ik van deze dingetjes en ik doe met dit kleine balletje, maak ik een beetje streepjes om het een beetje, ja, een jurk in te maken. Nou, zo is die geworden. Maar nu moet ik natuurlijk de ogen en de mond maken. Dus dan doe je gewoon met het kleine balletje, maak je gewoon een paar gaatjes. Nou ga ik bezig met het mondje. Ga ik gewoon een beetje hier zo een beetje induwen. En dan pak ik ook zwart voor. En die kan ik ook uitrollen. Dus die plak ik dan in dit soort gat die ik heb gemaakt voor een beetje als voorbeeld. Nou, dit is ons eindresultaat. Ik heb hem af. En ja, hij ziet er wel best mooi uit. En ja, hij is klaar. Ik ga met Jozef beginnen. En dan maak ik nu alles weer even klaar. Zoals ik eerst ook bij Maria heb gedaan. Ik pak bruin voor de baard. Dus die baard maak ik dan helemaal plat.
Oké, nu ga ik de onderkant maken, dus een lichaam. En dat doe ik dezelfde manier als bij deze. Ik heb hem iets langer gemaakt dan Maria, maar dat hoeft niet per se. Want hij vindt het lang waard. En nu stop ik eronder, dat is soms een beetje moeilijk, maar... En dan doe ik de baard eroverheen. En nu ga ik bezig met de handen, want dat heeft hij natuurlijk wel nodig. En dan maak ik die baard eerst nog helemaal zo aan vast. Want dan kan ik hem beter de armpjes eroverheen doen. En nu ga ik met deze een beetje weer die strepen erin maken. Weer een beetje plat maken aan de onderkant voor de zekerheid als die, als die opgedroogd is, gaat vallen. Voor baby Jezus maak ik 3 kleine bruine bolletjes. Oké, ik heb de 4 bolletjes nu gemaakt. Die zet ik gewoon in een vierkantjesvorm, maar dan iets langer zo. Een beetje zo, een rechthoek. En dan ga ik nu met deze ga ik een beetje plat maken. En dan heb ik nu zo een klein bakje gemaakt, dus nu ga ik even de pootjes erop zetten. Oké, en nu heb ik zo'n ding, dan kan je zo een beetje, doe ik dan geel in, want stro is natuurlijk geel, maar couché, maar het maakt niks uit, je kan ook heel veel fantasie hebben. Dus die stop ik een beetje in, maak het een beetje plat, dat het veel eruit komt. En dan stop ik deze zo erin. En dan ga ik duwen. Zie je, het komt hier al een beetje uit. En nu heb ik een beetje van dit. Het hoeft ook niet te lang, want het is best klein. Dus dan ga ik nu dit een beetje eraf halen. Het is niet een heel groot scherp ding, maar het werkt wel. Pluk ook een beetje eraf. Het hoeft ook niet per se heel netjes. Het is trouwens. Oké, en nou ga ik dit stro. Een beetje uit elkaar, maar dat hoeft niet per se. Die leg ik dan hier zo neer. Dat het een beetje uit de voederbak komt. Ik heb nu al het stro zo erin gedaan. En dan laat ik het nu een beetje hangen naar buiten. Maar dat hoeft ook niet per se. Ik kan ook een beetje omhoog. Dat doe ik een beetje meer. En dan is dit het eindresultaat van de voederbak. Nu doe ik ze in de oven 15 minuten op 120 graden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ciao!